een aankomstplaats aan de Adriatische kust. Dus weinig of geen aanvalslust en uiteraard een massasprint. Het is allemaal zo voorspelbaar. Dit wordt een rit om snel te vergeten. Tot de sprint eraan komt. Bugno en zijn maats hebben weer alles in het werk gesteld om Abou Chaparov zo comfortabel mogelijk naar een tweede opeenvolgende zege te loodsen. Abdou doet ook meer dan zijn best, maar wordt in al zijn ijver gestoord door Leoni. Abdou in het midden met de blauwe trui, Leoni in het geel. De Italiaan wijkt van zijn lijn af en smakt tegen de grond, ook Pagnin valt. Sforada profiteert en wint voor Abdou en Raab. Abdou gaat echt vrij uit en Leoni mag van geluk spreken dat hij een helm draagt. Pagnin is er het ergst aan toe. De twee Italianen worden naar een hospitaal gevoerd. Ze kunnen morgen wellicht weer starten. Voor de Slovaaks Sforada is het al de tweede ritzege in deze Giro. Zijn vierde overwinning dit seizoen. En voor de Rus Berzin blijft het er zeer rooskleurig uitzien. Op het tennis. Alweer weinig animo vandaag in de 12e rit van de Giro, de eerste van drie met aankomst buiten Italië. De laatste 30 kilometer richting aankomstplaats Kranj in Slovenië worden beheerst door de Polti-ploeg, die zich nog maar eens de naad uit het lijf reed voor spurtbom Abdou Chaparov. We kregen dus alweer een massaspurt en voor één keer zonder valpartij. Al was de aankomststrook ook vandaag weer niet bepaald risicoloos uitgetekend, met in de laatste meters nog een scherpe bocht naar rechts en één naar links. Gianni Bugno in hoogstijgen persoon speelt locomotief voor Abdou, maar de aankomst bergop is te zwaar voor hem. Niet voor Andrea Ferrigato, die in de laatste bocht zijn kans waagt. Baldato komt nog fel opzetten, maar hij strandt op een half wiel van zijn landgenoot Ferrigato, die na zes dagen nog eens voor een Italiaanse ritzege zorgt. Abdou Chaparov wordt derde, Konischev vierde. Morgen staat de eerste bergrit op het programma met aankomst in het Oostenrijkse Linz. Dat wordt voor roze truidrager Berzin wellicht de eerste grote test.